Hey guys, goedemorgen. Het is iets later dan gepland. Ik zou om 6 uur opstaan, maar niet meer voor gekomen. Dus het is 10 uur. Ga lekker vissen. In ieder geval welkom weer bij een aflevering van amateurvissen.nl. Ik ga een receptje maken. Dat stond laatst op internet op Facebook. Een receptje van Gees. Dus Gees, ik hoop niet dat het jouw geheime recept was, maar je had het op Facebook gezet, dus ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. Dat is namelijk wat mais door de blender gooien. En dan wat donkere bastardsuiker erbij en daarmee het grondvoer aanmaken. Eens kijken of dat een beetje wil werken. Ik ben benieuwd. Het is wel heel mooi weer. Het is wel een beetje oostenwind, dus dat is altijd wat minder. En... Nou, we gaan gewoon eens kijken. Maar eerst even het voertje maken. En dan even een lekker kopje koffie en dan op pad. Met een blikje mais. Ik weet alleen niet of ik daar een beetje water bij moet gooien dadelijk. Ja. Dat kan ik ook later erbij gooien. Lekker goedkope mais. 55 cent of zo. In de blender. Ook. Oh ja, er moet wel nog wat water bij, dat zie ik al. Nou, dan zijn we dan een keer een blikje water erbij. Hoppatee. Ik ben blij dat de vrouw van mij een blender gekocht heeft. Want die wil allemaal smoothies maken en zo. Nou, ik denk dat we wel geteld 2 smoothies gemaakt hebben. Maar dat is ook handig voor de visser. 2 scheppen donkere bastardsuiker erbij. 1. Ah, weet je wat, ik doe er 3. Hoe cares? 3. Hop. Deksel erop. Wat zullen we maken? Smoothie, soep, dessert. Smoothie. Oké, jongens, even vingers in je oren. Haha. Yeah. Even ruiken. Oeh man. Dat ruikt naar mais. Nou, ik heb het grondvoer is van die Beteg Green Envy. Dat heb ik nog liggen van vorig jaar. Dus dan doen we eventjes. Ik kan eigenlijk wel alles aanmaken. Ik moet straks toch allemaal weer invriezen, dus dat maakt niet uit. Oké. Oh man, dat muurt. We toen nog even boven gaan kijken en ik had nog 3 zakken van die Beteg liggen, dus ik ga hem toch een beetje dunner maken nog, want het bleef een beetje op mijn bal zitten als ik erin knijp. Ja, dit is die Envy Method Mix. Hemp en green en halibut. Ja, och ja. Hemp is hennep, hè, van die hennepkorrels. Erbij kukeren. Oh, dat is al zat. Verder hadden we een goed voer. Ik vis nu meestal met van die dynabaits dingen. Maar deze die gebruik ik ook nog af en toe. Oh, crap. Oh,
geen vis aan. Zo. Nice. Ah, dat zijn de stomme bakken, die zijn van de Albert Heijn. Denk van, oh, dan koop ik een paar van die, die afsluitbare bakken voor in de diepvries. Maar dat zijn echt kutbakken, die kreeg ik soms niet eens helemaal niet eens goed dicht. Oké, okay, that's that. Zo jongens, ik zit in de auto. En ik ga eens kijken of ik op die plek waar ik wil gaan vissen, of het daar niet te hard stroomt. Dat is één manier om erachter te komen, is gewoon je hengel in het water te gooien. Dat de method feeder dan. En als het daar een beetje te heftig is, dan, ja, dan ga ik gewoon verkassen naar een rivier ergens anders in de buurt. Maar ik denk dat het wel goed is daar. Het is oostenwind, dus dat vind ik eigenlijk altijd wel kut. Het is zo mooi weer, het oostenwind, weet je wel. Maar ja, weet je, ik ga toch wel, het maakt niet uit. Het is niet dat ik niet ga vissen met de oostenwind, want het zal niet de eerste keer zijn dat ik voor een verrassing kom te staan in ieder geval. Dus nou, ik heb er wel zin in. Dus even 10 minuutjes rijden, denk ik. En dan ben ik op de stek. Ik kreeg veel reacties uit België. En die Belgen die zeggen allemaal, oh, hebben jullie toch mooi water daar in Nederland? Hebben jullie mooi water? Nou, in België moet je toch ook wel viswater hebben, lijkt me, of niet? Ik weet niet, maar misschien anders. Maar goed, ik ga even de camera uitzetten, want je moet natuurlijk nooit rijden en filmen tegelijkertijd. Dat is echt heel dom. Dus kinderen, don't try this at home. En ja, even een stukje rijden en dan ben ik er. Dus, zoals jullie zien, zit ik hier lekker aan de waterkant. Niet verkeerd hier. En nou, ik zeg al, het is wel oostenwind, dus ik weet niet wat het gaat worden, maar ik heb wat mais voorgevoerd daar, van die dikke maiskorrels, van de biomais, van de MT. Dat zijn altijd dikke korrels. Ik heb er nog wat grondvoer in gegooid. En ja, de hengel die staat. Dus het zal even duren voordat de stek een beetje op gang komt. Voordat ze het ontdekt hebben, zeg maar, dat kan even duren. Maar ja, ik hoop natuurlijk wel dat dat gaat gebeuren. En in de tussentijd zit ik hier prima. Dat ik even insmeren, want die zon die slaat hard op me neer. En dan eens kijken of het wat gaat worden vandaag. Dus fingers crossed, maar weer. De eerste jongens. Ik denk, hoe lang zit ik hier? 10 minuutjes. Dus dat is niet verkeerd. Dat betekent dat de stek op gang is. En dat we een hoop lol kunnen gaan beleven hier. Trek hard hier, die brasems, jongen. Die zijn echt wild. Het is echt net alsof je een zeelt of zo eraan hebt. Het komt door die rivier. Hè. De rivier moeten ze flink zwemmen. Dan kunnen ze niet op een luie kom blijven zitten, zoals in de vijver. Oh, dat is een mooi formaat. Mooi formaat. Fantastisch. Oh. Ja, dat is mooi. Zoals jullie zien, even kijken. Haakje uit de bek. Even kijken. Flink beschadigd al van de paai. Rustig, jongen. Rustig, rustig. Je ziet, die zijn veel wilder dan op zo'n vijver. Hè. Veel wilder, kijk. Een mooie brasem. Mag die weer terug. Ja, je ziet, ze zijn een paar. Hè. Ze komen weer met beschadiging iets boven. Dat was de eerste. Ja. Zo jongens, dat was de eerste brasem voor vandaag. Binnen 10 minuten
ondanks de oosterse wind. Zoals jullie zagen op de video had hij al best wel wat beschadigingen van het paaien. Dan gaan ze toch wel flink te keer volgens mij. Ik denk dat ik zo met mijn vrouw zou paaien dat ik binnen een week weer vrijgezel was. Of niet natuurlijk, dat weet je niet. Maar goed, ik zit hier lekker. Ik ben altijd blij met de eerste vis, weet je. Dan heb ik in ieder geval iets. En dan weet ik dat ik goed bezig ben. Dus ik zit hier lekker. Ik moet hem wel echt gaan insmeren. Ik voel de zon gewoon branden. Ah, prachtig. Heerlijk. Oh. Numero duo. Die spijten wel goed aan. En ze vechten ook. Fijn. Dat is mooi hoor. Zo watervissen. Zo. Even kijken. Moeten we hem mooi eruit trekken. Lekker in het gras. Mooi voor ingehaakt, dat is nog geen probleem. Oh. Kijk eens. Mooie vis. Hoppie, 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 hoppie. Zo man. Deze is niet zo beschadigd, die andere was er wel, maar deze niet. Het is wel mooi. Ah, mooi weertje, mooie visjes. Schitterende dag alweer. Ah. Zo. Ik heb iets andere onderleentjes. Maar dan heb ik altijd van die Guru onderleentjes. En dan heb ik meestal zo'n 1900ste lijn en volgens mij is het haakmaat 14 of zo. Maar er was me een paar keer opgevallen dat die dat de lijn vaak brak van die onderlijntjes. En het is toch 1900ste, dus het is geen dikke kaper of zo. En ik denk van ja, het zou het toeval zijn en misschien ergens achter blijven haken of zo. En dat was een paar keer gebeurd. En toen zei een kameraadje van ja, die goede onderlijntjes die bevallen man zich wel, maar die gaan altijd kapot bij de haak. Die zei eigenlijk precies hetzelfde. En ik denk, nou heb ik van die Preston onderlijntjes gekocht. En de 1700ste. Voor wat ik doe, zwaar genoeg. Kun je ook nog wel een kaper mee eruit halen. Zeker met een elasticated method feeder. Lukt dat wel. Als je tenminste niet zo ongeduldig bent als ik. Dan lukt het meestal wel. En ja, die bevallen goed. Ik zal daar even dat pakje laten zien. Welke dat zijn. Even de hengel neerleggen. Even kijken of ik ze hier zo kan vinden. Even kijken. Oeh. Kijk, dit zijn die Guru. Haakmaat 16 is dit. 1900ste. Daar gaat dus vaak de haak vanaf. En dit zijn die die ik nu heb. Quickstops 4 inch, 1700ste. Ook haakmaat 16, maar die Preston die leken toch wel weer iets kleiner dan die Guru haken. Dus allebei maat 16, maar die Preston zijn iets kleiner. En die zijn iets meer gebogen. Dus die zouden nog iets sneller moeten inhaken dan. Thank you.
heb er nieuwe dikkers aan. Kaper. Weet ik nu al. Trekt hij goed helemaal door de slip in. Dus dat kan alleen maar een kaper zijn. Een beetje in het gras gedoken, dus even die kant op. Even kijken waar die zit. Hier gaat hij. Dan moet ik even iets geduldiger zijn. Geduldiger dan de vorige keer in ieder geval. Toen zat ik hier met mijn pikker met 1600. En dan was hij net bij het scheppen toen. Toen ging hij er vandoor. En ik heb op deze. Hier zit nu 1000ste gevlochten. Of een zeelt misschien. 1000ste gevlochten lijn op. En aan de voorslag heb ik drie keer de hengellengte. 2200ste nylon, matrix, submerge, braid. Nou, dat is onderlijntjes, dus aan de method feeder zit natuurlijk een elastiek, dus dat is wel. Show, dat trekt als een lier, man. Een klein kabeltje, denk ik. En wat ben jij? Ja, een klein kabeltje, inderdaad. Niet in de schoen. Niet in de schoen. Dat krijg ik je niet meer uit. En slip nog wat los te zetten. Ja, de slip is altijd lastig, hè? Je moet hem niet te vast zetten. Dan trekt hij je door je lijn heen. Maar als je hem te los zet, dan wordt hij gewoon niet moe, hè? Dus dat is altijd een beetje een dilemma. Straks zet ik mijn slip en eigenlijk, als je hem vlak langs de kant hebt, dan heb je natuurlijk weinig rek meer in je nylon. En dan, ja, een kappertje. Dan heb je weinig rek meer in je nylon. En dan ja, hoeft hij maar één tik te geven en dan gaat hij er al doorheen. Hè? Jezus, wat trekken die beesten zich. Kunnen die trekken. Slip laat hem toch iets losser staan, omdat hij niet te los, nu dus vlak aan de kant zit. Ah, die zijn sterk, die zijn echt twee keer zo sterk als op een vijver hier, hoor. Denk je van een klein kapertje, maar fucking hell, die trekken hier echt helemaal soft. Ja, dit is die misschien die ik laatst verspeeld heb, hè, weet je wel. Aan de pikker. Even kijken of die al klaar is. Yes! Motherfuckers. Helemaal vastgezogen in de. Oh. Dat is niet eens een kleine. Dat is niet eens een kleine. Dat is helemaal groot geel. Zo hé. Dat is 1700ste onderleentje, jongens. Zo. Dat is niet eens een kleine. Kijk eens. Oh. Dat is een mooie kameraad, hè. Hé, hey, we zijn een mooie kameraad. Godverdikkie zeg. Daar ben ik wel blij mee. Even neerleggen. Oh, is lekker glad. Fotootje van maken. Goh. Wat een mooie vis, joh. Nou, gewonnen dat hij zo hard trok. Is toch groter dan ik dacht, hè. Ja. Nou, gaat hij mooi snel weer het water in. Niet te lang pijnigen. Jojojojo. Zo goed dat ik niet het pan net mee heb genomen.
Maar dit grotere net. Nee, 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 dit zit nog in het net, jongen. En daar gaat hij. Yes! Twee dingen geleerd vandaag. Oostenwind kun je nog steeds vangen. Dus dat heb ik geleerd in ieder geval. En het tweede is dat die prest en onderlijntjes van de 1700ste, dat die gewoon perfect zijn. Mooie kleine kromme haakjes. Goed materiaal. Ik bedoel, de flink krappen eruit getrokken echt. Dus wat dat betreft. En ja, dit is weer een geweldige visdag. Hè? Werd ook wel eens tijd. Het was de afgelopen tijden toch wel wat rustiger. Dus fijn dat er nu weer wat karpertjes gevangen zijn. Of in ieder geval een mooie karper gevangen heb. Dus ik zit hier nog wel even. Heerlijk. Dat hebben we toch een mooie hobby. Zo. Het is weer een brasempie. Nou, brasempie. Flinke brasem. Flinke brasem. Ja, ja. Ja, ja. Flinke brasem. Nog geen 5 minuten na die karper van net. Dat is wel mooi. Jojojo. Vertraagje uit het net halen. Een mooie brasem, mooie platte. Hop, 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 hop. Snel weer terug. Zo jongens, het gaat echt hard hier. Ik heb bijna geen tijd om een filmpje op te nemen. Maar mensen vragen mij wel eens van, waar is je leefnet? Heb ik nooit bij. Ik denk als je een wedstrijdvisser bent, dat misschien een leefnet zou wel gaaf. Ja, dan moet je wegen. Hè. Je moet weten hoeveel kilo je gevist hebt gevangen. Maar ik, voor mij hoef je niet te wegen. Ik vind, ik heb een mooie karper gevangen net. Een gezonde brasem of een schitterende baars of weet je wel. Maakt met gewicht niet zoveel uit, de lengte ook niet. Natuurlijk is het leuk om af en toe een grote vis te vangen, maar echt een mooi exemplaar vind ik toch nog wel het mooiste. Dus voor mij hoef ik geen leeftijd, hoef ik het ook niet mee te slepen. En hoef ik die vissen ook niet daarin te duwen. Dus
voor mij vind dat niet de moeite waard. Maar ja, als je natuurlijk wedstrijd vist of je echt veel wit vist, dan is de leeftijd natuurlijk wel handig. Maar ik ben maar een amateur, dus voor mij geen leeftijd. Maar... Ah, jongens, ik ga de camera snel op mijn buik doen, want denk ik dadelijk wel weer, dadelijk gaat hij wel weer los. Oh, echt niet normaal. Ja, ik heb al gebeten. Ja. Oké, ik ga even de camera op de buik doen en dan zien jullie de vissen hopelijk dadelijk aan land, hoop ik. Zo, is de tijd wat stiller geweest. En, een pallet eraan gedaan. Pallets door mijn voer gedaan. En toch nog eentje weten te verleiden. Niet door de planten, jong. Cheesy garlic, zo nu beet, een van mijn favoriete pallets. Ja, deze zit al goed onder de pipe, ook zo rustig. Rustig. Jezus, is in die wild. Zijn jullie wild? Zo. Zo, net even met het onthaken het lijntje kapot gegaan. Maar het voordeel van deze Preston ding is, die hebben een grotere lus aan het einde van het onderlijntje. Waardoor je niet zo zit te pielen met die guru onderlijntjes. Dus om de, kijk, de speedstop en die haak, die, auw, breek ik me natuurlijk in mijn vinger, die gaan er veel makkelijker doorheen, dus makkelijker optuigen. Zo, komt hier net een worm naast me naar boven gekropen. Maar je snapt al, die is natuurlijk de shark nu, hè. Die is de shark. Dan toch wat even rustiger is. Gewoon de speedstop. Choppie. De worm. Maar hij was net nog heel levendig, dus echt dood kan hij niet zijn. Even kijken. Speedstop er doorheen jassen. 1, 2. Hop. Daar weer eruit. Mooi kool dan. Dus een mooie cocktail maken voor die gasten daar onder water. Ja. Kijk eens. Wat lekker. Wat lekker. Ik denk even binnenhalen en misschien wat mais wat aan doen omdat de beten zo weinig waren. Het hangt gewoon een brasem aan, jongen. Is dat wel een brasem? Ja, wel een brasem. Ik beest. Oh.
flinke bras. Ja, dat is eigenlijk hoort er vandaag. Zo jongens, zoals jullie zien is het lekker warm hier. Ik heb een brasemstink en een theedoek op mijn kop liggen. Dus dat geeft wel aan hoe warm het is. De aanbeten zijn echt een beetje gekelderd. Ik heb nog een brasempje eruit gehaald. Ja. En ben wel met de pallet bezig. Maar het is wat minder, dus ik denk dat ik tot het einde aan ga breien en dat ik lekker naar huis ga. Ik ga vanmiddag nog even de video monteren. Kan die vrijdag weer online. Nou, het was wel een lekker visdagje in ieder geval. Dus ga eens langzaam inpakken. Bedankt voor het kijken weer. En leuk dat jullie weer gezellig mee visten. Daar gaat het om op amateurvisser.nl. Hè. Gewoon gezellig mee vissen. En, soms vang ik niks, soms vang ik wel wat. Maar ik maak er altijd een video van. Al vang ik maar één brasem. Maar vandaag was het zeker succesvol. Een van de meer succesvolle dagen. Had ik niet gedacht. Maar ondanks de oostenwind, ondanks de warmte, ondanks het late uur waarop ik aan de waterkant zat, toch goed gevangen. Dat is het mooie van vissen, hè? Ja. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer weer. Keep on fishing, hè?